Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij gaan nu even naar de winkel. We hebben Jordi al naar school gebracht en ze hebben ook al fruitje gehad. Dus we gaan even een paar boodschapjes halen. Het kind is in slaap gevallen onderweg terug. En nu is hij weer half wakker. Hi. Hij heeft ook een hele rode vlek omdat hij in de box net ergens op heeft gelegen. Liam heb ik net op bed gelegd. Ja, die ligt al op bed. Hem even een flesje geven, zelf even eten. Dus ja, lekker even flesje. Ja. Maar goed, ik ga even verder flesje geven. Even lekker chillen met Sammy op de bank. Ja. Lekker chillen. Ga je rechtop. Je hebt nog een andere hand hè, die je kan gebruiken. Dan gaan we even expeditiegroepen zo kijken. En dan aan de slag. Soms ben je zo druk met dingetjes en dan vergeet je dingetjes. Ik heb ondertussen Jordi al opgehaald. Liam staat daar. Sammy ook daar. De boel is hier ontploft. Ja, ik ben aan het eten koken. Daar heb ik eten. Ik ben aan het uploaden. Ik ben aan het opruimen. Ik ben van alles aan het doen. Dus ik was gewoon vergeten te vloggen. Kan wel eens gebeuren, denk ik. Maar goed, ik ga heel eventjes zorgen dat we straks lekker aan tafel kunnen zitten. En dan zorgen dat er eten op tafel komt. We hebben gegeten en Sam is lekker in zijn eigen wereldje aan het spelen. En hij is zelf gaan zitten. Sammy zelf zitten, Liam. Yay, Sammy! Niels is trouwens ook thuis. Die is aan het spelen met de kindjes. Yay, goed zo, Sammy. Mama is zo trots op jou. Ja. Kijk papa, het is maar goed dat we die hebben gedaan. Dat vind ik leuk. Jij denkt dat dat nu duurt? Jij denkt dat dat nu duurt? Niels die zegt net tegen Joef. Ga je iemand anders vervelen? Dan zeg ik nee, want dan ben ik de lul. Maar ik ken die Merel. Ja, maar ik heb dan wel last van haar. Dat heb je nooit. Nee. Kindjes liggen op bed. Niels gaat daar sporten. Maar eerst even dadelijk mij gaan helpen een beetje opruimen. Zodat ik verder kan in de tijd dat hij hier sporten. Mm-hmm. En ik hoop dat kindjes zo dadelijk gaan slapen. Ja, Jordi en Sam slapen. Ja. Maar Jordi heeft ook helemaal niet geslapen vandaag op school. Ja, 5 minuten. Nou, woe. Dus ik ben benieuwd of hij over een uur wakker is. We zullen het zien. Maar goed. Ik ga daar een keer dus opruimen. En van alles doen. Dus de volgende swipe zien jullie wat dinsdag is. Goedemorgen. Je zit niet goed in je stoel, hè? Oh. Ik heb Jordi net even afgezet op school. En nu gaan we naar huis en dan gaan we even naar de winkel. Ik ben vanochtend eigenlijk alleen maar met de kindjes bezig geweest. Nou is Liam lekker een croissantje aan het eten. En ik heb Sam net op bed gelegd. Vind je lekker, hè? Lekker croissantje, hè? Ja. Zijn we naar de winkel geweest? Ja. Lekker. In ieder geval, dat heb ik dus gedaan. Ik ben eigenlijk alleen maar met de kinderen bezig geweest. Gewoon lekker gespeeld en geknuffeld en gekroeld. En ja, tijd gaat zo om, want het is alweer 11:15. Sam slaapt nu.
Liam gaat dadelijk naar bed. Als hij zijn croissantje heel eind op heeft en wat gedronken heeft. Dan ga ik heel eventjes gauw met handstofzuigertje eventjes gauw hier over de vloer heen. Want er ligt genoeg. Dus ja, maar in ieder geval, ik vind het belangrijk dat hij lekker eet. Dus dat doet hij ook. En we hebben de Jordi weer opgehaald. Sam ligt daar, lekker flesje te drinken. Liam is lekker wat aan het snoepen. Hé, lekker hè? Jordi heeft ook al staan hoor, dat staat hier. Daar staat het. En hij is nou nog lekker aan het drinken. Ik ga zo dadelijk heel eventjes je opruimen enzovoorts. En dan ja, ga ik kijken wat ik aan het eten kan gaan doen. Trouwens, Jordi had vandaag een super dag op school. Geen buikpijn laten zien in ieder geval. Dus daar kunnen ze het niet aan opmaken. Hij heeft gewoon lekker meegedaan. Het was gewoon de Jordi die we kennen als hij geen buikpijn heeft. Wij zijn er blij mee. Ik heb even muziek aangezet. Even kijken hoe Jordi erop reageert nou die zo vrolijk is. We gaan het even filmen. Nou, hij is tevreden. Ben ik het ook? Beetje zo'n dingetje doorbreken. Boomba staat aan zonder geluid. Eerst mocht hij niet. Die mocht er wel. Mama, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het knuffelen met mijn kind. Ah. Papa moet jullie omkleden. Dat vindt hij ervan, papa. En sjouwen. En daar. En daar. Zo weet ik niet, zij zit gewoon zelf vast te pakken. En. Daar. Oké, de kindjes liggen allemaal op bed. Niels is even bij Jordi. Of ja, even. Jordi had buikpijn en we hebben hem geholpen en alles. Maar ja, hè. Hij moet morgen weer naar school, dus hij moet daar wel echt gaan slapen. Dus Niels is nu bij hem, zodat hij in slaap valt. Ik zal jullie even het resultaat laten zien wat het is om 3 kinderen te hebben. En vanaf het moment van het avondeten eigenlijk niet veel meer te kunnen doen. Want wij vinden het heel belangrijk om gewoon tijd door te brengen met de kinderen totdat ze naar bed toe zijn. Nou, ze slapen nu dus in zoverre allemaal, zoals ik al zei, behalve Jordi. En ik ga nu even opruimen en fruit maken, brood smeren en kleren klaarleggen voor morgen. Voor de kinderen en dan schrijf ik er ook mee uit vandaag en dan moet ik nog even editen. Maar dit is dus het resultaat.
moet heel mijn keuken opruimen. Vaatwasser kan gewoon uit en inruimen hoor, dus dat is zo gedaan. En dan mijn bank recht trekken. Daar liggen nog luiers. Want ja, hè? Je wil snel alles doen bij de kinderen. Dus ja, douchespullen. Nee, dit is dus het resultaat. Dan ga ik nu even opruimen. Dan zien jullie me zo weer terug als het opgeruimd is. Van ja, zo. Ik denk dat ik 1,5 uur bezig ben. Met sowieso opruimen en alles. En dan moet ik nog even kleren klaar gaan leggen. Maar jullie gaan het zo zien. Brood en fruit voor Niels klaar. Brood en fruit voor Jordi klaar. Inmiddels is Niels ook gedoucht. Ik heb alles even opgeruimd hier. Ach, flikker op. Nee, dat is niet waar. Nee, echt niet. Hij heeft bij Jordi gelegen. Nee, dat is niet waar. Ik heb net de vaatjes ingeruimd. Nee, ja, net even uit en ingeruimd, ja, omdat ik het heb gevraagd. Jongen. Maar hij is bij Jordi geweest. Gedoucht en wel. En ik heb hier de boel opgeruimd. Zoals jullie zien, hij heeft net even nog de vaatwasser aangezet. Flesjes heb ik klaargezet. En hij is ook schoon. Hier heb ik opgeruimd. Kleding klaargelegd voor de kinderen. De tassen staan klaar voor morgen. Dus, ja. Naar bed. Naar bed, zei Duimelot. Eerst nog wat eten, zei Likkepot. Ken je dat niet? Jawel. We gaan deze upside down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.